Natuurlijk vind ik het leuk, vrouw, maar als het maar een tof wijf is. Dat vind ik wel eens een keer prettig, want vrouwen, dames hebben een andere kijk op de maatschappij. Een vrouw als burgemeester, neem maar geen. Super. Op straat gaan veel duimen omhoog voor de nieuwe burgemeester. En dat terwijl haar naam pas gisteravond bekend werd. Nieuwegein heeft de nieuwe burgemeester gevonden die onze stad met lef verder brengt. Mevrouw Marijke van Beukering-Huibrecht. Het is echt wel een wens die uitkomt. Ik kijk er echt al heel lang naar uit. Niet alleen het proces, maar eigenlijk al vanaf het moment dat ik wethouder in IJsselstein ben, dacht ik, oh, als ik toch eens burgemeester van Nieuwegein zou kunnen zijn. Ze is dus geen onbekende voor de regio. Woont in IJsselstein en was daar wethouder. Sinds een paar jaar zit ze voor D66 in de Tweede Kamer. Nu komt ze dus naar Nieuwegein. Het kent uitdagingen, het heeft potentie om verder te groeien. Ja, ik zie daar gewoon dat ik daar niet stil kom te zitten en dat past heel erg bij mij. En zo krijgt deze raad na 12 jaar Frans Bakhuis een nieuw gezicht te zien. Ja, wij verwachten een warme burgemeester. Eentje die heel makkelijk contact legt met de mensen, met de inwoners. Die heel snel erachter gaat komen wat er leeft en speelt in onze stad. En die dat ook naar het juiste niveau weer weet door te vertalen. Nogmaals heel veel dank voor het vertrouwen. En ik zie er heel erg naar uit om met iedereen nader kennis te maken. Inwoners hopen vooral dat de nieuwe burgemeester een beetje lef heeft. Ja, omdat Nieuwegein toch wel een beetje ingeslapen is. En er echt wel even weer wat mag gebeuren. Zodat ook Nieuwegeiners weer trots worden op hun stad. Ja, eigenlijk zou er gewoon geluisterd moeten worden naar feedback. Dat lijkt mij gewoon een goede. Ja, de criminaliteit aanpakken. Wordt veel gebouwd, maar is wel een issue. En voorzieningen in al die nieuwe wijken. Fris gezicht en nieuwe ideeën. En een jonge leeftijd volgens mij. 51. Daar had ik al voorlopig vooruit. Dus.